En wat is jou vandaag vooral opgevallen? Ja, vooral die relaxe sfeer die hing in de stad. Het leek ook wel of het wat rustiger was dan normaal, omdat veel mensen misschien ook thuis waren gebleven vanwege die slechte weersverwachting. En wat ook vooral opviel toen de koning voorbij kwam, was dat er heel veel zichtbare veiligheidsmaatregelen waren genomen. En dat hoorde je van wel meer mensen. Dat die veiligheidsmaatregelen echt... Nou, het is ontzettend gezellig, dat zie je hier in ieder geval. Dat kan je al gebeuren, Tom. Hè? Zo veilig is het blijkbaar niet daar. Naar de grond. Die veiligheidsmaatregelen die waren groot. Je zag veel beveiligers met kogelvrije schermen rondlopen. En ook heel nadrukkelijk een rol voor de prinsesjes die nadrukkelijk aanwezig waren hier op straat. Maar ook een interview gaven aan bijvoorbeeld de NOS.